Dan zien we Andersen, die stuurt Vervoort weg. Broekaert grijpt in, overtreding dus en een vrije trap. Vervoort is snel weer te been en legt de bal klaar voor Mark van der Linden. Een loeier van de ex-Antwerp-speler op de paal. Svilar kan de terugkaatsende bal pakken. Na 13 minuten, Antwerp komt voor de eerste keer echt opzetten. Kessie verdedigt wat slordig uit. Leenhoff pikt de bal mee. Van Tichelen schoffelt. Van Langenhoven durft of wil geen kaart trekken. Zeer ten onrechte, want dit is een schoolvoorbeeld van naar de benen trappen. Een zogenaamd professionele fout. Dat nodigt uit. Dit is Kessie naar Van der Linden. Die kaats terug. Emmerichs trapt de gewezen Antwerp-speler naar de enkel. Ook geen kaart. 19e minuut, de Grijze de bal diep komen ophalen. Oliveira pikt hem knap mee. Groen dan, Oliveira spuurt door. Groen heeft dat goed gezien, maar Svilar ook. Hij gaat in de voeten en redt. De zoveelste Anderlecht hoekschop van de Grijze. Groen krijgt onverwacht een kans en knalt met de linker in het zijnet. Mark van der Linden, die hard werkt en veel beweegt, naar Oliveira. Oliveira hier, Van der Linden weer goed weg. Maar Svilar dicht opnieuw het gat in de Antwerpdijk. Svilar straalt vertrouwen uit. Een inworp van Groen. De Grijze die half mist. Oliveira maakt de bal vrij. Gutjonsen schiet. Svilar heeft weer de juiste reflex klaar. Antwerp doet nog niet veel terug. Dit is Smits. Van Tichelen gaat als een torpedo achter de Achillespezen van de Antwerpenaar aan. Nu moet Van Langenhoven wel. Geel voor Van Tichelen. Maar de beste kansen blijven voor Anderlecht. Groen voor Musonda, een knap schot en een gave save van Svilar, die zoals goede wijn met de jaren beter wordt. Tijdens de rust was er weinig te zien op het veld. En dan maar het begin van de tweede helft. Hans-Peter Leenhoff staat op scherp. Hier zonderde hij Stojadinovic af. De Joegoslaviër verkijkt de kans, zwak schotje op de hak van De Wilde. Dan de 8e minuut, Broekaert komt. Een hakje van Leenhoff, Broekaert opnieuw. Geilenkirch gedaan. En Broekaert is door. Van Tichelen komt en Broekaert gaat neer. Van Langenhoven fluit voor strafschop. Van Tichelen is zeer boos, omdat de fout misschien net voor de 16 meter lijn is gebeurd, denkt iedereen. Maar Van Tichelen beweert dat hij Broekaert niet eens geraakt heeft. Hij zweert dat zelfs straks in een interview. Dit zijn de vertraagde beelden en het ziet er naar uit dat de Nederlander inderdaad gelijk heeft. Er komt ook nog een vertraagde herhaling van hoog in de tribune. Mocht het toch om een overtreding gaan, gebeurde die waarschijnlijk net buiten het strafschopgebied. Hoe dan ook, de bal gaat op de stip. Leenhoff maakt zich klaar. Moeilijke omstandigheden, maar de man bulkt van het zelfvertrouwen. Keihard, De Wilde kansloos. Antwerp staat 0-1 voor. En dan is het weer tijd voor een zware overtreding van Kessie, dit keer een soort schaar naar de benen van Stojadinovic. Geen kaart, Stojadinovic wordt later wel met een blessure vervangen. 72e minuut, een hoekschop van de Grijze. Geilenkirch haalt de bal van de lijn weg. Anderlecht valt ordeloos aan en krijgt maar enkele kansen. Van der Linden hier voor Oliveira, via Groen was dat. Groen komt weer opdagen, Oliveira ziet dat, knal Groen over. Nog een van de schaarse Anderlecht-kansen na een inworp van Antwerp. Musonda voor de oprukkende van Tichelen. Die veinst eerst dat hij gaat schieten, doet het niet. En dan toch, maar daar staat Svilar natuurlijk. En dan in de 91ste minuut, hier is de ingevallen Alex Czerniatynski, gaat in zijn typische stijl. De man voorbij, gaat in zijn typische stijl de laatste man voorbij en gaat dan in zijn typische stijl afwerken. Het blijft 0-1, dolle vreugde in het Antwerpkamp.